Toch even checken voordat we beginnen. Uh, ben jij een hooglander of een laaglander? Oftewel, waar heeft jouw wieg gestaan? Hoog, hè? Ja. Huber. Ben jij geboren ja, in de bergen? Ja, nou, bijna bovenin in het dorp. <laughs> Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport. Onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over presteren op hoogte. Hoeveel vermogen ga je inleveren? Hardlopen door de Alpenweide, fietsen over de Dolomitenkols, sporten in de bergen is populair bij duursporters, maar extra uitdagend vanwege de ijle lucht. Wat doet dit met de sportprestatie en kan een hoogste stage je helpen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Hey. Jurgen, goedemorgen. Jared. Goedemorgen. Goede Koningsdag gehad? Ja. Ja, hè? Zeker. Hey, fijn afleveringen... dat we een koning hebben, hè? Ja, precies. Ja. Deze afleveringen zijn tijdloos, dus misschien luisteren dit mensen dit wel op zomervakantie of wat dan ook. Maar goed, deze aflevering komt uit op vrijdag 29 april. Dat is een aantal weken nadat we eindelijk weer eens een leuk, fris, interessant artikel verdronden ja. op jurgenvantevele.nl. Ja, het heeft even geduurd. Je bent weer in de pen ja. geklommen. Ja. Ja, leuk. dat was ook nodig, vond ik. Ja. Want ik zag een uh, leuke studie voorbij komen en daar wou ik wel wat uh, op reageren of uh, iets over schrijven. Ja. En dat, uh, nou ja, dat ging over uh, zonder alles te verklappen. Ik vond het interessant omdat ze. Uh, nou, er, er wordt altijd gezegd: ja, uh, lekker makkelijk die Colombianen. Die, uh, als je, uh, die zijn op hoogte geboren, ja, dan is het ook voor hun uh, net zo makkelijk om uh, op hoogte te fietsen en te klimmen. Ja. Dus uh, ja, wat. En we wat, hebben het nu over wielrenners en het profpeloton. Ja. Ja. Dus dat gaan we eens onderzoeken. Daar is wetenschappelijk uh, nieuws of een, een studie ja. over uitgekomen. Die heb jij bestudeerd. En we gaan ondertussen dan op zoek naar de vraag. Oké, okay, wat zegt de studie? En dan natuurlijk uiteindelijk, ja, wat moeten jij en ik daarmee? Wij zijn nou eenmaal niet in Colombia geboren. Nee. En dan is eigenlijk de vraag, wat betekent dat dus eigenlijk? Waar moeten jij en ik rekening mee houden op ons vermogensmetertje als wij de bergen ingaan? Vermogensmetertje? Ja, die hebben we natuurlijk niet. Of wel, misschien. Ja, nou, ik heb er geloof ik één nu. Maar goed, we ah. daar zo meer over. En we gaan op het einde van de aflevering nog even zoomen met Vroemen. Om eens te kijken, de studie waar jij het over hebt is een redelijk kleine groep elite wielrenners. Guido heeft ook nog een heleboel atleten ja. onder zijn hoede die allemaal met een vermogensmeter moeten trainen en die regelmatig in de bergen zullen ja. zijn. Dus is uh, dus even uh, benieuwd of hij daar nog aanvullende inzichten uit zijn data heeft en misschien tips. Want uiteindelijk kan je niks doen aan waar je geboren bent, maar je kan wel rekening houden met wat het doet met je prestatie. Ja, toch. Dus laten we maar eens bij het begin beginnen uh, op hoogte sporten. We hebben daar alles een aflevering over gemaakt. Ja, dat klopt. Maar dat ging specifiek om het uh, nut van een hoogtestage ja. uh, op de prestatie, eigenlijk op zeeniveau. Ja. Dus het idee daarachter is, en wat wielrenners standaard doen tegenwoordig. Nou, vleuten, die is, is tegenwoordig maanden in Colombia. Tom Dumoulin doet dat tegenwoordig dan ook. Ja. En uh, nou, er wordt altijd gezegd: ja, uh, het idee is natuurlijk dat je daar uh, rode bloedcellen kweekt. Uh, en dan terugkomt eigenlijk weer terug in Nederland of in Europa. En dan merkt of profiteert van het feit dat jou, uh, jouw lichaam extra meer rode, rode bloedlichaamjes zou hebben. En rode bloedlichaamjes betekent meer zuurstof aanbod voor de spieren. Nou, we weten hoe belangrijk het is om uh, zuurstof te hebben genoeg zuurstof voor de, voor de, uh, voor de verbranding energie uh, opwekken. Ja. En eigenlijk in die aflevering kijk ik naar alle wetenschap die gedaan is, en daaruit blijkt eigenlijk dat dat effect, nou, dat daar grote vraagtekens worden bijgezet uh, door uh, door wetenschappers ja, die specifiek op dat hebben. fysiologische effect ja. van meer rode bloedlichaampjes krijgen ja. door een hoogtestage. Ja. Voor de mensen die dat uh, nieuwsgierig naar zijn, aflevering 16 uit ons eerste seizoen. Dus uh, nou, we zien dat ja. we veel nieuwe luisteraars hebben. Dus gaan vooral opzoeken, gaan luisteren. Ja. Conclusie: spoiler kunnen we al even geven. De hoogte stage zoals we die kennen, twee, drie, vier weken op hoogte, levert in ieder geval geen benefits op voor de rode bloedlichaamjes. Wellicht wel voor andere zaken, hebben we nog wel eens met Louis de La Haye over gedebatteerd. Ja. Ja. Het is een goede trainingstage. Dat is precies een trainingstage op hoogte. Ja. En dat is natuurlijk fijn, want de prachtige omgeving en je zit gewoon wat meer op de fiets. Alleen ja. de grote beperking, vaak zit, vooral voor de profs dan is kunnen zij wel hard genoeg trainen op hoogte? Precies. En dat, uh, ja, da, daar moet je eigenlijk uh, En dat is een mooi bruggetje aan de aflevering van vandaag. Want ja. op hoogte sporten heeft een behoorlijk effect op je fysiologie. Ja, ja. Laten we dat... bij de basis beginnen. Wat gebeurt er? de ja, nou ja, lucht, zeg ik in de intro. lucht. En dat heeft dus, de, de, de luchtdruk is gewoon uh, lager. De en daarmee is ook de zuurstofspanning in de lucht is lager. En dat betekent uiteindelijk dat uh, er minder zuurstof in jouw uh, longen uh, effectief terechtkomt. En vanuit de longen ook richting het bloed en ja. naar de spieren. Dus eigenlijk het zuurstofaanbod is minder hoe meer jij op hoogte gaat. Precies. En dat, uh, ja, hoe, hoe hoger... Uh, ja, hoe meer last je daarvan hebt. Uh, denk maar aan de, de mensen die in Mount Everest opgaan zonder zuurstoffles. Ja, die kunnen drie stappen doen en dan moeten ze weer even bijkomen. En drie en stappen. Ik denk doen. dat iedereen die ofwel eens zelf in de bergen gesport heeft, hardlopend, wielrennend of uh, op wintersport ja. gaat en eens een keer uh, een stuk terug omhoog naar de lift moet lopen, dat herkent. Je bent binnen drie stappen aan het hijgen. Ja. Uh, en het, alles lijkt veel meer uh, inspanning te komen. Ja, en je merkt het, vind ik, en dat is vaak meteen als je. De eerste dag, ik, uh, mijn hoogste gebied is wel uh, ja, valt geweest, denk ik. Om te skiën of te fietsen? Uh, nou, om te fietsen nog wel wat hoger, volgens mij. Oh. Maar om te skiën valt Maar dan ga je gewoon in één dag uh, van uh, uh, drie bergen, uh, nou, 50.000 vijf... niveau. Hè? Ja, ja. <laughs> 50 uh, boven misschien. En dan uh, nou, ja, we hebben wel bergen hier natuurlijk. Uh, nou, 2300 meter. En dan is het meer dat je denkt, je is een beetje hoofdpijn. Uh, het gevoel van uitdroging, dat hoort daar dan ook bij. En, uh, en maar inderdaad, een beetje puffen. En dan denk je: Jezus, is het nou omdat ik mijn skis te zwaar zijn of uh, die zware schoenen aan heb? Nee, dat is daadwerkelijk omdat daar gewoon uh, de, ja, de effectieve de zuurstofspanning is lager. Ja. Uh, fietsend, volgens mij, ja, weet ik niet, man van toe. Uh, ik heb volgens mij een keer in Amerika, heb ik, meen ik. Ben ik op fiets uh, vakantie geweest in Californië? Een call van rond de 3000 oh, wow. gehaald. Ja. En, laatst, oh ja, en weet je nog hoe dat ging? Weet ik, nee, want de, uh, nee? Geen, last, geen last van. Maar, hoe bedoel je? De, ja, nou ja. Je bent er zo fluitend omhoog gefietst. Ja, nou ja, weet je wat het is? Dan heb je een bagage bij je en je bent al twee weken onderweg. Ah. Plus, uh, ja, je moet klimmen en klimmen is sowieso zwaar. Dus, ja, ja. Je weet, dus dat, die, die, die twee effecten zijn moeilijk uit de te, te trekken. Want uh, als jij gaat fietsen op uh, 2000 meter hoogte, ja, dan moet je toch al uh, vaak gaat dat of altijd berg op. Ja. Je bent aan het klimmen. Ja, het op is berg al, af en dan kost het bij. Het weinig is een energie. zware inspanning, ja. ja. Maar uh, het is niet dat je een tijdritje van een uur op het vlakke kan doen op ja. uh, 2000 meter. Dus per definitie is het zwaar. Uh, maar die studies zijn natuurlijk gedaan, wel dat ze gekeken hebben van doe een fietstest. Nou in een laboratorium. En een boots nadat je op pak een beetje 1000 meter, 2000 meter, daar kan je mee variëren. En wat ze dan doen, is niet zozeer uh, lucht aanbieden, maar wel lucht met minder zuurstof. Ja. En dan uh, bijvoorbeeld uh, 15% zuurstof. Normaal hebben we het 21% ja. waar we zoals we nu zitten. Twee niveau? Ja, 15% is meen ik rond de 2600 meter. Nou, zo kun je het afbouwen naar uh, nou ja, uh, zo laag als je wil. Maar, uh, 6% meen ik uiteindelijk. Uh, dan zit je op de Mount Everest, of misschien daar, naar, daarboven. Um, en dan komen we al in de richting van de studie waar we het vandaag over hebben. Ja. Wat vonden deze studies als je mensen op een loopbaan ja. met beperkte nou, voetbal laat sporten? Ze komen gemiddeld uit op een, een hoogte stijging van 1000 meter. Dat je 7% moet inleveren van je, nou, je prestatie. Als zijn de vermogen inderdaad op de fiets of uh, een VO2 max. Uh, dus ja, daar moet je een beetje rekening mee houden. En het... het ja, het interessante is al, het begint ook al dus in die eerste duizend meter. Dus de, de studie gedaan is bij 580 meter. Ja. Dan denk je, nou, dat is allemaal nog niet zo heel hoog. Ja. Dat is middelgebergte, Maar dan zie je dus ook al daadwerkelijk een achteruitgang in prestatie. Okay. Vanwege dus de ja, beperking in het aanbod van zuurstof. Ja. En ja, en... De, ik denk als jij, jij bent op 600 meter heb jij ook wel eens gefietst of gelopen of noem maar op. Ja zeker zeker zeker. En daar ben je niet uh, heel bewust Vind van. Vind ik het niet feit noemenswaardig van... nee, extra nee. Dan van ga je heigen. niet hij nee, 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 zo nee, zeggen. Nee, nee. Maar nee. dat is er dus wel. Uh, en eigenlijk, uh, nou ja, de studie die nu gedaan is. Ja, want dat is de aanleiding ja. van jouw artikel. Eigenlijk twee dingen. Hè. We zagen een aantal weken terug Girmay uh, winnen, ja. de eerste Afrikaanse renner. Ik zit nu even te denken was het E3? Nee, wat, uh, welke race was het nou? Ja, Gent Wevegum. Dat was ja. hem. Ja, precies, een paar ja. dagen later. Gent voor het eerst Afrikaanse wielrenner, historisch moment. En toen kwam jij er al snel achter. Ja, maar wacht even, die jongen is geboren op ja. hoogte. Dus ik maak er eigenlijk een grapje over, dat Gent was op het vlakke. Ja. Want nou ja, daar heeft hij daar profijt van dat hij op hoogte is geboren. Nou ja, dat aan de hand van de, de, de aflevering, eerder zou ik zeggen, nou, dat valt misschien reuze mee. Uh, Tenzij je zegt natuurlijk een hoogste stage normaal is een maand en hij, uh, hij doet een hoogste stage van pak een beet 21 jaar is die. Ja. ja, die studies zijn niet op die manier gedaan. Nee, maar wacht maar uh, tot hij in de bergen gaat uh, uh, rennen of uh, fietsen. En dan heeft hij echt voordeel. Want dat bleek uit deze studie. Uh, ja, dat is het voordeel van de vermogensmeter tegenwoordig, uh, die alle fietsers hebben en waar ook redelijk transparant mee wordt omgegaan. Dus dat onderzoekers die, die, die krijgen die data te pakken. Uh, nou, ten van ten, elite ten, profrenners, ja, Teun van Erpen bijvoorbeeld ja. hebben we natuurlijk ja. uit. Die, die kon dat destijds bij uh, Sunweb doen. En, uh, maar er zijn meerdere onderzoekers die tegenwoordig goede contacten hebben met profploegen. En dan zeggen: Nou, uh, puur anoniem. Dus we gaan toch niet de, de renners erbij uh, publiceren, de namen ervan. Kunnen wij wat data van jullie uh, gebruiken? om een, uh, een interessante wetenschappelijke vraag te beantwoorden. En in dit geval was de vraag eigenlijk simpel: oké, okay, uh, maakt het uit waar je wieg staat voor ja. een prof wielrenner uh, met betrekking tot uh, het omgaan met hoogte? Uh, dus het klimmen op hoogte is de prestatie uh, anders voor Iemand die niet gewend is aan die hoogte, dus die gewoon op zeeniveau is geboren is. Of die juist geboren en getogen is op hoog niveau. Ja. En dan is het gewoon simpel. Ze hebben gewoon gekeken, oké, okay, we hebben uh, 33 wielrenners. We gaan even opzoeken waar ze geboren zijn. Nou, en dan bleek zo'n beetje de helft, iets minder is het volgens mij, 14... komen dan uit het Andesgebergte, waarvan uh, 13 uit Colombia en 1 uit Ecuador... En ze melden er nog wel even bij: ja, jongens, dit waren geen pannenkoeken. Nee. Want uh, er zaten gewoon renners tussen die uh, top 3 van de grote ronde hadden of uh, wereldkampioens uh, zijn geweest. Ja. Dus je weet die, Ecuadorian, Maar kwam die... die... wel een soort vergelijkbaar ja. prestatieniveau binnen de profiel. Precies. Want ze waren of kopmannen of echt wel, meesterknechten. Goede klimmers sowieso. En dus de, ja, dan doen ze vergelijk het aantal punten wat ze halen op Pro cycling stats. Als een, als een maat voor uh, wielenprestatie. Ja. Nou ja, die, er was één Ecuadoriaan. Ja, ik denk toch wel heel zeker dat dat Carapaz moet zijn. <laughs> dat lijkt me dan ook niet zo ingewikkeld. Ja. En voor, die, uh, voor de Europese waar, wielrenners die op, op uh, laag niveau waren uh, zeeniveau waren geboren, Spanjaarden, Italianen en één Amerikaan. Uh, Studie is uitgevoerd door Spani Spaanse onderzoekers. Mm -hmm. Dus uh, nou ja goed. Je kan, je, ik denk dat je daar nog wel misschien achter kan komen wie ze precies hebben genomen. Maar daar ging het uiteindelijk minder nee. om. Ze gingen de vermogensdata vergelijken. Ja, acht jaar lang. Ja. En hebben ze gewoon heel simpel gekeken. Oké, okay, uh, ja, er wordt tegenwoordig naar de, de record profile gekeken. Uh, is het eigenlijk uh, de hoogste vermogens die iemand trapt bij verschillende uh, duur van inspanning. Oh, ja. Dus uh, vanaf een minuut. Half minuut, een minuut, vijf minuten, tien minuten, twintig minuten of langer. In dit geval keken ze naar, naar vier verschillende inspanningen. Volgens mij één minuut, vijf. 1, 2, 5, 10. Voor de, voor de luisteraars die wellicht ja. ook uh, Training Peaks wel eens ja. gebruiken, daar staat ook dat grafiekje altijd onder je Precies. prestaties. Hè? Ja. Dit is wat je gemiddelde waarde was op 1 minuut, op 5 ja. minuten en twee. Ja, En dus een meer stuk ze. dat je met, we hebben natuurlijk aflevering ook gehad over de Power, pro, po, power Profile, het vermogensprofiel. Ja. Dat je daar eigenlijk je zwakke plekken uh, en je sterke plekken kunt uh, ja. zien. Ben je, ben je heel groep, sterk je... in het snelle. Ja. Felle werk, of ben je ja, juist last? Nou ja, nou ja. idee. En ja, goed, zij hebben uh, vier van die momenten gekozen. En dan, uh, nou, met daarbij gekeken. Na trainingen, wedstrijden, gewoon ja, al die data, stromen natuurlijk binnen. En dat gerelateerd aan, oké, okay, jouw beste vermogens. Uh, wanneer trap jij die? En op welke, ho en ja, gekeken, welke hoogte gebeurde dat? Nou ah ja, en die renners zitten natuurlijk regelmatig uh, in, in het gebergte. Uh, en dus die hebben vier categorieën, volgens mij 0 tot 500 als zijn de zeeniveau. En dan 500 tot 1000, 1500, 1500, 2000. En dan puur gekeken, nou, op wat doet naar dat Met die vermogens. En dan ja. zie je toch wel een behoorlijke afname bij de renners die op zeeniveau geboren zijn. Afname als in als zij op hogere hoogtes moeten presteren. Zie je hun het? maximale vermogen af. af. Precies. Ja, en in lijn met de verwachting ja, natuurlijk. Maar toch ja, toch wel. Uh, tot uh, 20, 25 procent zie je dat. Zo. En... Dat is eigenlijk veel meer dan die 7 procent die je net noemde. Ja. En dat is natuurlijk, ja goed, het hangt. Kijk, het zijn maximale inspanningen. Dus je ja. kan je ook wel uh, voorstellen. Kijk, het lastige aan zo'n studie is natuurlijk wat hebben zij... Vooraf al gedaan, hè? ja, ja, ja. Er zijn en, allerlei variabelen die en, een rol spelen. En, en vaak als zo'n uh, bergetappe juist die eindigt op de hoogste kools. Uh, dus je kan je voorstellen dat dan hebben zij al 100-150 kilometer in de benen, ja. met dus wellicht dat ze daar sowieso wat vermogen hebben ingeleverd. Maar in principe, ja, corrigeer je of compenseer je daarvoor door die twee groepen met elkaar te vergelijken. En dat ja. hebben zij dus gedaan. En wat zien zij dat die afname. In uh, bij die hooglanders echt een stuk minder is. Ja, tot, tot 10%, 11% max. Zo. Dus dat betekent en de voor... hooglanders in dit geval ja. zijn de mensen die dus op, op grote hoogte geboren ja. zijn, opgegroeid zijn. Ja. Als zij op een hoogberg moeten fietsen, leveren zij veel minder in. Precies. Intuïtief logisch. Ja. Maar nu ook gekwantificeerd is. Ja. Dus. En intuïtief uh, logisch. Want de studies zijn gedaan waarbij ze eigenlijk mensen die geboren zijn op uh, in, in Tibet de, de Sherpas bijvoorbeeld of ze hebben uh, andere uh, ja bergvolkeren wel eens uh, ja leuke studies gedaan vond ik volgens ja. mij de de Quechua's die dat is het merk van de, de Decathlon, maar dat ah. is ook een volk volgens mij in Zuid-Amerika ja moeten we even hebben ze gekeken van oké okay, ben je nou een een Quechua die uh, um, die nog steeds op uh, geboren is ook in de bergen maar je hebt natuurlijk ook Ketchua's uh, die op een gegeven moment naar de zijn hebben van uh, Ja, precies. En daar. Uh, Met zo'n lekker opwerptentje. Ja. ja. <laughs> en daar gewoon een familie gesticht, nakomelingen, noem maar op. Dan ben je, ja, je hebt misschien nog wel degene van de Ketchua. Maar uh, ja, de omgeving eigenlijk van een, een zeeniveau uh, persoon. Ja. Een laaglander. En die hebben ze dan uh, samen op hoogte uh, een trainingsprogramma aangeboden. En dan gekeken naar de aanpassingen. Dan zie je de groep die in, uh, op hoogte zijn geboren, daadwerkelijk toch ja, veel snellere, effectievere aanpassingen hebben. En dan ook bij een inspanningstest het veel beter doen ja. dan degenen die, uh, die, ja, die naar beneden zijn verhuisd. Dus ja, het is een mix ergens van genetisch en omgevingsfactoren. En het is uh, ja, logisch dat die, uh, die hooglanders de goede genen daarvoor hebben. Want ja, anders zouden ze daar niet meer wonen, natuurlijk. Nee, maar het inzicht van de studie is eigenlijk, dus enerzijds, heeft gekwantificeerd wat het verschil is. Ja. Um, en laat dus zien dat misschien als een laaglander een beetje gaat trainen, dat dat, nee, dat verschil niet voldoende is. En dat vond ik wel dat is interessant. Want zij, hebben ook wel, zij merken ook op ja, elke. Laaglander. Ja, doet dat hè? In prof die gaat tegenwoordig wel minimaal uh, drie, vier Heu, nog weken. weken. Niet elke laaglander, ja. maar elke laaglander. laaglander die rennen. profwielrenner ja. Is. Ja. is. En daar hebben ze ook uh, naar gekeken van. Uh, ja, halen zij nou hun hoogste vermogens. in de twee weken zo'n beetje. of tijdens misschien die hoogste stage. Tuurlijk. Ja. En dan komen ze toch achter dat in de meeste gevallen dat niet gebeurt. Oh nee. Nee. Dus dat is opmerkelijk. Dus uh, ja, dat is voor hun ergens al een teken van. Hm, ja, werkt die hoogste stage dan wel voor uh, ja, want, beter maar, omgaan met de ijle lucht? Nou dat, maar dat hadden we natuurlijk in aflevering 16 al die debunked. Maar ja. nu zeg je eigenlijk ook. Als ze ook niet zien dat ze betere vermogens trappen na de hoogste stage. Dat het ook het trainingstage effect misschien ja, minder is, groot is dan ja, beoogd. Ja. ja, daar kun je van alles weer vinden. Ja, dat, dat denk ik. Nou ja, dat een verklaring kan zijn dat gewoon het probleem blijft dat op hoogte trainen voor een laaglander is gewoon lastiger. Ja. Ja, die haalt die vermogens gewoon niet, dus die moet altijd inboeten op zijn hele trainingsschema. Dus in die twee weken daarna ben je misschien nog wel vooral bezig nog met herstel. Ja, of herstel, of je hebt gewoon niet zo hard getraind als dat jij ah, ja. in Europa zou blijven doen. Ja, die dingen lopen op gewoon laag. heel ja, niveau vandaar, vandaar dat... Nou ja, we hebben het daar ook gehad over het uh, live high, train low idee... Ja. wat eigenlijk nu de, de, ja, ook de standaard of vaak gezegd wordt. Ga ja, dus wel op hoogte slapen, ja. maar als je wil trainen, echt fanatiek wil trainen... probeer dat dan gewoon weer wat lager te doen... Ja. zodat je niet beperkt wordt door die eile lucht. Ja. Nou, dat zijn allemaal van die uh, strategieën voor tegenwoordig... Maar ja, ik vind dit wel opvallend. Ook het feit dat je gewoon ondanks die hoogtestage, die zij toch wel geregeld doen, ja, uh, ze halen gewoon die achterstand die ze hebben vanaf de geboorte niet in met, nou ja, die die hoogtestages met het omgaan met die ijle lucht. En die studies zijn ook wel gedaan dat ze mensen echt uh, maandenlang op 4000 meter hebben gehouden en dan allerlei parameters zitten meten die van belang zijn voor de zuurstofopname. Ja. En dan zeggen ze eigenlijk, ja, euh, nou zelfs, zij komen dan uit tot een jaar. Adaptatie is nog niet voldoende. Ja, hoe lang dan Voldoende om wat? Om, om gelijk om op... te komen met hooglanders. Ja. Maar, even toch toetsen, drie, vier maanden op hoogte levert toch wel, uiteindelijk wel positieve effecten, Zeker, toch? Je, je... Voor een laaglander vergeleken met een laaglander die het niet doet. Ja. Nee, absoluut wel. Ja. Alleen, ik zit ondertussen is... in mijn achterhoofd, hoor ik een stemmetje. Wij weten via de social media kanalen dat Annemiek van Vleuten wel eens ja. naar ons luistert. Die zweert erbij. Ja. Die zit al jaren in Colombia. Die heeft, geloof ik, ja. dit jaar een hele club Nederlanders meegenomen ja. die kant op. En die zegt: Ja, maar dit is mijn ideale voorbereiding. En. Zij wint natuurlijk alles, hè? Zeker. Om meerdere redenen, Maar ja, maar ja als je uh, wint, heb je gelijk. Oe, nee, ik denk ook zeker dat zij heel bewust is van wat zij doet. En ook, volgens mij, wel heeft uitgesproken van, ja, of nou die rode bloedlichaam... Ja, zijn, dat zei weet ze weet toen niet. al in reactie op aflevering 6. Het zijn natuurlijk meerdere prikkels voor het lichaam. Ook voor, uh, ja, de mutagondriën. De en de en, en het fijn leven, wat ze daar heeft. Ja. En, ja. En uh, het, is, het is meer dan alleen maar rode bloedcellen. Dus meer bloedvaartjes worden aangemaakt. Meer uh, ja. uh, mutogonnen, ja. noem maar op. En los daarvan, het is natuurlijk prachtig daar in Colombia. Jawel, maar ik werd dus wel even getriggerd door jouw opmerking net. Ja, je kan daar tot een jaar gaan ja. zitten en het heeft geen effect. Maar dat is dus wel belangrijk. Het heeft wel degelijk effect. Maar niet. Nee. Ja. In vergelijking met die groep die op hoogte ja. geboren is. Dus het is een beetje uitkijken naar het vrouwenwielrennen. Hoe daar de Colombianen uiteindelijk of de, de Eritreërs de het gaan doen in de toekomst. Ik heb behoefte aan hoe we dit praktisch gaan maken. Ja. Eventueel voor uh, mensen zoals Annemiek en daaromheen. Uh, maar ook voor onszelf als amateurs. Maar voordat we dat gaan bespreken. Eerst nog even dit. Jurgen, wat is eigenlijk het slimste moment om je fiets schoon te maken? Direct nadat je hem gebruikt hebt natuurlijk. Dus meteen na het fietsen, gelijk sprayen, even laten inwerken, afnemen met een zo-doek en klaar. Aha, dat klinkt slim. Schoonmaken gaat super gemakkelijk met een slim schoonmaakpakket van zo. 100% natuurlijk, vegan en zonder verspilling. Vanaf nu ook verkrijgbaar via onze slimme presteren webshop of via zo schoon.nl. De truc is niet schoonmaken, maar schoon houden. Ja, toch ook even onze partners tevreden houden en weer lekker schoon verder. Praktische tips. Ja. Hoe gaan we nou het inzicht? Want ja, we kunnen niet veranderen waar we geboren zijn. Ook nee. niet waar we opgegroeid zijn. Dus wat gaan we hier nou mee doen? Nou ja, ja kijk, ik denk dat sowieso is om al jouw uh, verwachtingen bij te stellen. Stel je hebt een vermogensmeter. Ja. Uh, die hebben mensen. Hè? Ja, ja, mensen uh, die onder Guido Vroemen trainen, hebben die. Zoals op, ik nu ook. Of ja. je fiets of op je hardloopschoen. Want ik bedoel, we praten over fiets. Maar er zijn natuurlijk de, de, de ultra uh, lopers trills, die de bergen uh, in gaan. Ja. ja. Uh, ja, ga niet uit van wat jij op zeeniveau niveau haalt qua vermogens, zul maar zeggen, of prestaties. Nee. Dat je dat dan ook gaat halen in die race, uh, in die, die cyclo of die uh, ultramarathon in de bergen. En ga belangrijk, maar voor... mocht je dus dat eikcijfer 7% ja. in je hoofd hebben, dat zou wel eens 20 tot 25% ja, minder kunnen zijn. Ja, dat vind ik lastig. Zijn. Ik bedoel, want dat hangt ook... Uh, ja. Heel erg af of het de maximale inspanning is of het maximale en, en ik snap op. dat we hier niet ja. het exacte cijfer erop gaan plakken, maar ik vind toch 25 ja. veel meer. Hè? Ja. Minimaal twee keer zoveel dan 7. Ja. Dus je kan wat ik maar wil meegeven als boodschap: het is niet raar als je voor je ja. voelt... twee keer zo slecht presteert als dat nou, je. Dacht. En ik denk dat dat de interessante is van uh, ja, de een lijkt daar gewoon. Nou ja, we hebben het daar de vorige keer over gehad. Non-responders, responders. Nou, zo zwart-wit wil ik het niet zien. Het is ook een mentaal ding namelijk, hè? Dat uh, nou het feit van jij komt in eile lucht en de ene gaat meteen klagen van jeetje, wat, ja, pff, ik, uh, ik mis de zuurstof hier ja. en de ander zegt, oh, volgens mij valt het wel mee. En dat is ook de manier waarop dat lichaam uh, ermee omgaat. Vind ik toch leuk om nog als we tijd hebben even volgens mij een, een leuke, tijdje, een, een, mooie, een mooie, een studie die ik, uh, ja, dat vind ik toch. Mooi uitgevoerde studie die daarnaar gekeken heeft. Hebben ze een groep van uh, wielrenners uh, hebben ze naar het lab uh, gehaald. En uh, um, eerst gezegd: Nou, jullie gaan vijf kilometer fietsen. En dan trappen ze ongeveer 350 watt. En toen uh, kregen, ze een, uh, en dan kregen ze een masker voor met 21% zuurstof. Dus gewoon zoals ze. Ja, uh, zo. uh, Ja, geen enkel probleem. Toen zei ze: Nou, uh, andere dag. Uh, Masker weer op, maar nu 15% zuurstof. Eile lucht. Dus dan moesten ze ineens op 2500 maar, meter. Was niet bij iedereen zo zeker? Huh? Was niet bij iedereen zo? Uh, nee, dat is, dat is weer een ander oh, Dat is een dat ze okay. met placebo. Daar ja, hebben ja. het de vorige keer al over gehad. Ja. Um, nou, en zei maar in dit geval dus wel. Iedereen kreeg 15% ja. lucht op. En dan zeiden ze, oké, okay, ga weer die 5 kilometer fietsen. Just. En dan kozen, kozen zij dus voor een lagere wattage. Iets van 270, meen ik. Nou... Uh, consequenties, ze deden langer over die vijf kilometer. En nou was het interessant. En die, gingen die, uh, die onderzoekers gingen eens kijken van... wat is ja, de vermoeidheid in de spieren? Is die, uh, ja, is die anders? Dus ze stimuleerden dan de beenspieren... door die zenuwen naartoe. Uh, nou, die kan je dan stimuleren. Ja. En dan zagen ze eigenlijk dat de afname in spierkracht... maximaal spierkracht voor beide inspanningen hetzelfde was. Okay. Dus de vermoeidheid... Was, was hetzelfde. Maar ja, die ene groep had natuurlijk wel minder uh, kracht geleverd, minder vermogen geleverd. Maar omdat ja, ze langer over hetzelfde stukje hadden. Ja, ja, en omdat zij natuurlijk gedacht hadden: ja, of voelden, merkten. We hebben maar 15% uh, zuurstof. Moet ja. moeten met minder zuurstof doen. Nu gingen zij die, die groep weer bij, uh, in het lab roepen. En dan zeiden ze: ja, jongens, nu moet je jullie toch gewoon die 350 watt gaan trappen. En ook al zegt jouw lichaam: ja, maar liever niet. Gewoon doen. Eh, nou, zij hielden dan die, die inspanning niet vol, die vijf kilometer. Maar ah. na vijf minuten, als ze echt op waren, toen gingen ze nog eens kijken naar, uh, um, die... De, naar die spieren. Ja. En weer stimuleren. En dan zagen zij echt, nou, die spieren hadden flinke op, optater gehad, want die spierkracht was echt gigantisch afgenomen. Eh, deze hetzelfde met, die, uh, met 21% zuurstof ook hetzelfde wattage in dit geval, ook na vijf minuten stoppen, terwijl ze het ja. nog wel vol hielden, ja. dan zagen ze die afname een stuk minder. Dus dat geeft me aan dat het lichaam had in, in hun geval gekozen voor bij die 15% zuurstof, van ja jongens, we moeten nou eenmaal. Die overroelde die rem. Het hoofd, hè? Ja, ja. Had gezegd, we gaan. En, uh, maar de consequentie was wel dat uh, ja, daardoor meer spiervezels uiteindelijk werden ingezet om maar de vermogen te halen. Maar dat daarmee wel de spieren een enorme klap hadden gehad. Ja, maar dit heet dus toch het... gewoon opblazen. Dan, 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 ja. dat, dan moet je toch gewoon in je anaeroopvermogen vermogen gaan ja, knallen. Precies. En dan, dan lig je eruit. Naar maar, vraag, je moet, hè? maar vraag. Ja, nou ja, precies. Dus dat is een soort pacing ergens. Ja, ja. Dat is hetzelfde. Maar dus ergens is. Maar ik het Ik zit even gewoon. te zoeken wat we met deze, van deze studie leren. Enerzijds dus dat je hoofd. Hè, als, je, als je geen opdracht kijkt, dan ga je het dus rustig aan, dan ga je zelf en ja. Dan red je het. Ja. En dat kun je met je hoofd overrulen. Ja. Okay. En er zijn natuurlijk ook mensen die zullen zeggen: Ja, maar ik wil toch uh, een, een PR halen, of een kommetje, ah. uh, een tegenstander voor zich, die, die toevallig geboren is op hoogte, of noem maar op. Ja. Je kan dus wel meer aan. Ja, dat, dat is alleen uh, de consequenties zijn wel een stuk heftiger, want nou, ja. je, je gaat echt. En ja, je blaast je gewoon op. Ja, en nou ja, met tot aan spierschade aan toe, want die, die afname-spierkracht, die was gewoon echt veel meer dan. Ja, een natuurlijke, op een natuurlijke manier zou gebeuren bij een, ja. nou, bij een inspanning. En ik breng me dat nou eens terug naar jou en mij op de flanken van de vent toe. Hoe gaan we dit nou praktisch ja. gebruiken? Want we hebben tip 1 net al gehad. Wow, wow we moeten even rekening houden met veel meer vermogensafname ja. dan we misschien wel dachten. Want wij zijn laaglanders. Ja. En nu zeg jij, tweede tip. Pas nou maar op dat je dan ook nog niet eens mentaal daardoorheen heen klapt. Ja, nou zeker. Ik denk dat er wel mensen zullen zijn die zullen zeggen... Ja, nou ja, goed. Uh, hoezo? Ja, niet, uh, zeuren. niet zeuren. gewoon doen. Ja, uh, ja het, kan, het kan dus wel. Ik bedoel, die rem, die, sta, die staat gewoon strak. De en rem van je hoofd die je, scherm, die je spieren beschermt, ja. bedoel je? en daar ja. hebben we het vaak over. Die staat te strak ingesteld, want het lichaam die, die gaat altijd voor heel veilig. Ja. Die wil gewoon geen enkele schade eigenlijk in ieder geval. En dus je kan daar wel mee spelen. Ik bedoel, je kan ook uh, cafeïne van tevoren nemen. Of ja. je kan uh, nou ja, uh, andere middelen gaan nemen om die rem eraf te halen. Maar ja, het, die rem zit er, zit er niet voor niks. Dus als nou die rem bij jou wat strakker is afgesteld... als bij jouw uh, ploegenootje waarmee je gaat fietsen en die zegt... ja, ik, uh, ik heb eigenlijk geen last van, uh, van die mindere zuurstof... Ja, uh, dan denk ik toch dat het goed is om goed naar je lichaam te luisteren, uh, te pezen weer. En ook dat pezen kun je natuurlijk ook oefenen. En dat is wel weer een kwestie van vaker dit doen of wat langer op hoogte verblijven. Of Om te op. voelen ja. wat jouw snelheid, vermogen ja. bij die omstandigheden is. Maar ga vooral niet uh, uh, denken van, hé, uh, hey, maar het werelduurrecord, dat wordt toch altijd op hoogte gereden? Ja, dat is ook een fascinerende. Ja. En uh, dus, ik moet, als ik op 2000 meter ben, ja, dan kan ik meer uh, of, of ja, harder fietsen, want ijle lucht dus ik. Uh, ik ja, ja uh, daar zit een denkfout, wil je ja, maar zeggen. En ja. pas dan op met je hoofd, want die gooit jezelf zo het ravijn in. Ja, maar leuk, hè? Voor, uh, we hebben veel nieuwe luisteraars. Die hebben aflevering 16 misschien nooit gehoord. Uh, ik zei aan het begin van de aflevering: je hebt weer eens een artikel geschreven. Ik kan hem toch nog wel een keer erin gooien, toch? Jij uh, noemt het Werelduurrecord. <laughs> je bent ja. ook schrijver, hè? Je hebt een boek geschreven. Ja, toch? zeker. Ja, hoe heet dat boek ook we weer liggen? Uh, het Maakbare Uur. Goh, leuk. Waar en gaat die, het over? Ja, nou, het Werelduurrecord. En die maakbaarheid zit er natuurlijk in dat. Uh, ja ineens uh, merks bedacht van hey ik ga mijn werelduurrecord in 1972 dat ga ik op hoogte doen. Ja. Want iedereen dacht toen hey maar ben je niet gek geworden Eddie? Want uh, dat daar is, is, minder, is toch... minder zuurstof. Ja. Maar Eddie had al uh, die was uh, natuurlijk slim had wat uh, wetenschappelijke uh, experts om zich heen. Die zei ja hey maar de dichtheid van de lucht is daar ook een stukje minder. Eddie. Precies. En jij hoeft niet te klimmen dus uh, daar uh, als je die twee tegen elkaar afweegt dan is het voordeel van uh, de mindere luchtweerstand is is, ja, is groter ja. dan het nadeel van de minder zuurstof. Ja. Kijk, en ja. we, Nou, daar staat een boek vol mee met Precies. dit soort wetenschap. Als ja. je dit nou leuk vindt, dit boek is ook uh, te koop in onze eigen webshop: slimmerpresterenpodcast.nl slash webshop. Daar vind je t-shirts, mokken en dus ook een gesigneerd exemplaar van het maakbare uur. En de bestellingen lopen vrij aardig. Ja. Dus uh, als je hem nog niet hebt gelezen, bestel hem vandaag nog. Hé, hey, we gaan uh, een van de dingen die ik net opschreef terwijl ik naar jou zat te luisteren, weet je wat ik van Guido vooral ook wil weten? Niet alleen of hij dit herkent, dat zal. En of die extra data uit zijn atleten heeft waar hij misschien verschil ziet. Maar ik ben wel benieuwd, is dit nou trainbaar? Ja. Kun je nou uiteindelijk trainen om beter om te gaan met zuurstoftekort? Zodat die min 25% misschien wel min 15 wordt. Zullen we dat eens gaan vragen? Ja, leuk. We gaan zoomen met Zoomen. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom. Guido, goedemorgen. Hi hey Guido. Hey, goedemorgen. Hey, toch even checken voordat we beginnen. Uh, ben jij een hooglander of een laaglander? Oftewel, waar heeft jouw wieg gestaan? Hoog, hè? Ja? Huber. Ben jij geboren uh, in de bergen? Nou, bijna boven in het dorp. <laughs> <laughs> en hoeveel, hoeveel meter boven En Op AP zwijk, is dat? Ja, Denk. de Zwijkhuizerberg. Dat ja. ja, is echt hoog. Dat ja. is, die, die steekt, als je in Geleen bent, zie je dat wel, hoor. Dus okay. ik... Uh, ik moest elke dag de berg af naar school, eh, middelbare school dan. <laughs> en dan eh, aan het eind van de dag weer die berg op. Kortom, en... dat is toch wel een, uh, een eerste succesfactor ja. voor uh, een, Absoluut, een enorme topsportcarrière. Al Want als jij dan een vriendje uit Geleen uh, smiddags bij jou thuis uh, vroeg om te spelen, die, die had daar veel meer moeite mee dan jij ja, zelf. Ja, ja die, was, die was helemaal af. Ja. Dus voetballen deden wij... In... He, voetballen. Ja. Waar lag het voetbalveld in Zwijkenhuizen? Op de berg. Bovenaan. <laughs> ja, slim. En werden jullie ook altijd kampioen dan? Ja. 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 Maar ik heb wel eens een bekende sportarts coach horen zeggen dat voetbal geen sport is. Ah. Ja, dat maar wist toen, toen wist ik niet. dat nog niet. Ja, ik vond dat wel heel leuk toen. Ja. ja, exact, exact. Het heeft toch wel iets met uithoudingsvermogen te maken. Misschien, toch een beetje. Hé, <laughs> hey, luister, wij hebben het over het artikel van Jurgen. Over profielrenners die geboren zijn op hoogte. En waar eindelijk een beetje gekwantificeerd kon worden yeah. welk jasje laaglanders uitdoen als zij de hoogte ingaan. En dat is toch een flink jasje. Uh, tussen de 20-25% aan vermogen inleveren misschien wel. En dan nou kwamen we er onderweg achter. Oké, okay, hoogtestages hebben geen zin. Hmm, tenten, bloeten, hè? Misschien ja, geen, ja, misschien, zin, ja misschien, misschien wel. Ja. Maar het leek toch erg te gaan om: hoe kun jij omgaan met uh, naar luchthappen, letterlijk. In een omgeving waar maar 15% zuurstof is, bij wijze van spreken. En ik vroeg me opeens af. Goh, Guido, één. Herken jij in jouw data van de extra atleten die je hebt dat inderdaad daar een enorm vermogensverlies is? En twee. Kunnen wij hier in het laagland nog dingen doen om daar toch wat beter mee om te gaan? Laten ja, we bij die eerste kijk, vraag beginnen. Ja, nou in ja de dat data. herken jij, dat herken ik zeker. Ja. Iedereen wordt slechter hm. ja. op hoogte. Hè? En dat zie je, in het, uh, het zie je eigenlijk in de, in de, in de grafieken van dat uh, uh, onderzoek ook. Ook de hooglanders, die zullen op hoogte ook gewoon beperkt worden. Ja. Ja. Alleen de beperking is gewoon minder groot dan als je daar niet aan gewend bent. Ja. En die gaan heel slecht uh, presteren dan. Hè. Die hebben daar gewoon veel meer last van. Hè. Dat, dat is ook de reden waarom sporters die een wedstrijd hebben op hoogte, mm -hmm. die moeten zich daar wel ruim van tevoren op voorbereiden. Zodat ze dan in ieder geval niet um, zichzelf heel slecht voorbereiden en daar niet op voorbereid zijn, niet geacclimatiseerd zijn. Ja. Je kunt er in ieder geval iets aan doen waardoor het minder erg wordt, maar het wordt altijd slechter. Ja, en in welke, welke orde grote zie op? jij? Sorry? Welke orde grote verslechtering uh, zie jij als je daar een vuistgetal aan zou moeten geven? Ja, dat ligt afhankelijk van hoe hoog je zit. Hè. Van 1500, 2000, 2500. Ja. 5%, 10%, 12%. Hè. Ja. Hoe hoger je komt, hoe groter het prestatieverval is. Ja. Want de beschikbaarheid van zuurstof is gewoon minder. Dus je kunt de aerobe inspanning. He, wat, wat, ik, wat we al vaker hebben gehoord, waarbij de aerobe motor vijf minuten en langer, daar kun je dus ook gewoon minder gebruik van maken. Want je hebt minder zuurstof ter beschikking. Wat opviel trouwens, is dat hier ook bij 30 seconden inspanningen ja. ook slechter werden. En dat is niet een aerobe inspanning, ja. he, dat is Allee, nee, roop. Die, dus die, die auteurs, die, die, hebben, die bespreken dat ook. En die zeggen, ja, dat lijkt er dan toch op dat er een soort centrale belemmering is. Dus dat vanuit de hersenen ook al gezegd wordt: jongens, uh, ook bij die korte inspanning. Ja. Even inhouden, extra de remmer op. Dat viel hun eigenlijk ook op. Dat dat dus voor uh, je ja, zou dus daar een, het daar minder verwachten. Ja. Centrale beperking ja. of zo wordt ja. er dan opgelegd. Ja. 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 Maar het is er namelijk wel interessant van: uh, als je de, de studies allemaal naast elkaar zet, dan vind je niet zoveel verschillen bijvoorbeeld in hematokriet of in uh, dichtheid van capillaren tussen hooglanders en, en laaglanders. En er wordt altijd gezegd: ja, het zit ergens met de overgang, diffusiecapaciteit eigenlijk van een long. Zo, Naar, dit is ja, het een bloed. derde moeilijke woord wat ik laat de gaan. Diffusiecapaciteit. Nou, je hebt de, de zuurstof moet ja. diffunderen, ja. bewegen, ja. eigenlijk vanuit de longen en dan ah. opgenomen worden in het bloed. De, de zuurstofwisseling. Ja. De, en dat ja. is eigenlijk een concentratieverschil en dan heb je uh, met een, over een oppervlak ja. en ja. over een bepaalde afstand. En die afstand moet heel kort zijn eigenlijk, het oppervlak heel hoog en eigenlijk concentratieverschil... Ook lekker hoog. En je maar. zegt, die studies laten zien: daar zit het. Ja, daar zit daar het zit fysiologische zijn, verschil ja, tussen deze ja, atleten. Dat daar dus die hooglanders daarop aangepast zijn, beter dan de ja. laaglanders. Ja, hoe zou je zoiets kunnen trainen bij laaglanders? Ja, kijk. Door ze heel lang daar op hoogte te zetten, ja. zal, zal het het grootste effect hebben. Hè? Maar ja, dat, dat, hè, je zet ze maar jaren daarboven, ja. want dan word je ook waarschijnlijk wel beter daarin. Dat is, is het meest uh, effectieve, denk ik. Liefst vanaf de geboorte um, meteen op. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Breng, ga dan maar daar wonen. Ja. Um, maar ik denk ook dat je, omdat ik dat ook zie als, als, me, als je net naar hoog toe gaat, wat gaat er gebeuren? Je wordt heel benauwd. Hè? Je gaat heel veel. Ademhalen. Ja. <laughs> je moet heel veel ademarbeid verrichten. En hoe beter je daarin getraind bent, ademarbeid te verrichten, ventileren vanuit je diafragma ook. Ik denk dat dat ook gewoon je kan helpen om hier beter mee op te gaan, want dan krijg je daardoor minder snel vermoeidheid vanuit een diafragma wat hard moet werken. Ja. Dus daar kom je ook een beetje uit op. Nou ja, wat 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 op de markt is was ademtrainers. Ja, daar zijn we weer. Daar hebben we wel eens een aflevering ja. over gemaakt. En tot onze eigen verbazing kwamen we daar toen ook achter... dat dat misschien ja, toch wel een zinvol dingetje is. Ja. Heb jij je meer... Doe jij een nee, maar omdat jeugd? Ik ook ik, nog niet, maar ik We twijfel. hadden het erover dat... Nou, kijk, normaliteit zoals we hier zitten... is dat er niet een beperking zeg maar. Want je nee, hebt wat, wat reservecapaciteit, is het idee. Maar inmiddels is volgens mij 10% van de bevolking... 5%, die is die reservecapaciteit al een beetje aan het kwijtraken... omdat die... Ja, of op een verkeerde manier ademhalen, of ja, een verkeerde manier uh, gebruik maken van de ademhalingsspieren. En volgens mij zit het hem daar met name in. Je wordt dan bewust, als je op hoogte bent, van hé, hey, hoe moet ik eigenlijk precies ademhalen? Doe ik dat goed? En ja, Guido benoemt al het diafragma, het middenrif. Ja, 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 dat is heel belangrijk. En ik denk dat normaal denk ik daar nooit over na, hoef je daar niet over na te denken. Maar dat je op dat moment daar wel bewust van bent. En dat er misschien ook wel achterkomt. dat, ja, dat er verschillende mogelijkheden zijn. en dat je het soms misschien wel inefficiënt doet. Uh, ja. Met, nou ja. Hey, en even checken, want die ademhalingstrainers. waar we de advertenties van zijn, zien. dat zijn natuurlijk dure apparaten. met een dure app. Hè. Worden wij allergisch van deze app? Uh, kan ik ook af en toe eens tien uh, minuten. door een rietje gaan ademen, Guido? Nou ja, misschien heb je niet eens een rietje nodig. Je kunt natuurlijk ook gewoon. zorgen dat je um, ademhalingsoefeningen doet. En dat je door, je door je neus gewoon heel diep inademt. Vanuit, hè, vanuit je buik. Dat heb je het diafragma. Je houdt het even vast. En dan weer uitblaast. Ja. En dat je dat een minuut lang. Dus even goed. Is, uh, tien keer achter elkaar. Of twaalf keer achter elkaar. Zo doet. Uh, twee seconden in. Twee seconden vasthouden. Twee seconden uit. Ja. Dan um, um, merk je al hoe. Nou ja, of soms hoe moeilijk dat is voor iemand. Ja, en dan train je dus in feite ook al die capaciteit om, om letterlijk naar lucht te happen. Dat is eigenlijk de, de ja, tip. Het diep, het diep inademen en het diep uitademen. Ja. En dat, normaal doen mensen het heel oppervlakkig en hoog. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk alleen maar het bovenste gebiedje. En ik denk dat dat zelfs door de, uh, de COVID-pandemie, dat dat heel veel mensen prachtig speelt, dat ze heel oppervlakkig ademhalen en daardoor ook heel snel buiten adem zijn bij de geringste inspanning, doordat ze dat niet meer goed kunnen. Hmm. Hmm. Interessant. Ja. Concrete ja. tips. Had jij nog uh, andere observaties, gedachten of uh, aanvullingen toen je dat uh, artikel voorbij zag komen? Nou, niet zozeer, Andra. het was, wat ik me verbaasde inderdaad, dat van die korte inspanningen, dat daar ook zoveel verschil in werd gevonden. Ja. Kijk, die langere duur inspanningen, waar de zuurstof echt heel belangrijk is, die vijf minuten en ja. de tien minuten en langer, dat snap ik wel. Maar die korte, die had ik niet zozeer verwacht. Ik denk, nou ja, weet je, daar heb je geen zuurstof voor nodig, daar zullen ze allebei wel net zo slecht in worden. Maar dat was niet zo. Nee, nee. Dus dat vond ik nog wel een, 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 nou ja, een verbazingwekkende conclusie die eruit kwam. Maar is Waar het dat misschien al... de wisselwerking dat zij ook minder tijd steeds hebben om die anaerobetank weer aan te vullen? En dus dat je het een, ja, die, die twee zijn toch gekoppeld, denk ik. Het omgaan met zuurstof ook voor het aanvullen van een anaerobetank. Dat dat misschien. Uh, ja, maar, een maar dan heb je daar. een herhaalde. Maar uh, ja. herhaalde anaerobe inspanningen, ja. hit training bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja, ja, mooi. Volgens mij hebben we hem. Uh, en we krijgen haast, want het is nog maar drie weken. Nog drie reguliere afleveringen tot die befaamde honderdste. Gaan we het hebben over placebo? Gaan we het ook meer hebben over wat vandaag aan bod kwam: die psychologie? Hè? Ja. Als je denkt dat je het zwaar hebt, heb je het ook zwaar. Kun je dat omturnen? Ja. Um, Guido, er zijn inmiddels aardig wat uh, aanmeldingen voor de MTB-Ride. Heb jij al een beetje het parcours verkend uh, hier in Leersum? Ja, ja, ja vorige week nog. Het lag er <laughs> heel snel bij. Ah, ja, hey, maar nu uh, jagen we mensen wat en schrik is een, aan. En een stuk weer nieuw open. Dat is ook mooi. Ja. Want door de storm van vorig jaar was er een heel stuk dicht. En dat is ondertussen weer deels open. Precies. Nou, wie het niet meer herinnert, denk ik, oh ja, leer hem, leer hem. Ja. Daar ken ik het van. 18 juni 2021, enorme Bonf. valwind, enorme ravage. Ik heb de parcours van zowel het wielrenrondje, het MTB-rondje, als het looprondje zo gemaakt. dat we allemaal langs de plek komen waar je het, het allerheftigst kan zien. Wielrenrondje, ja. wordt gewoon een fietsrondje. Ja, ik wou ze, nou, dat wil ik nog ik even zeggen. Als, 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 als Guido zegt, heel snel. Ja. Dus is wel voor alle niveaus, toch? Achter jou aan. Ja, hoor, dat is gewoon bordjes. <laughs> <Ja>. <laughs> Dat is echt. Nee, nou, oké, okay, we regelen bij. Ik heb sowieso een bijfietser, iemand achter de groep ook, die veegt ze wel op. Dus uh, kortom, we hebben het over 21 mei, zaterdag 21 mei, ons live event. Als je nog zat te twijfelen, doe het gewoon. Surf als een gek naar onze webshop, www.slimmerpodcast.nl/slash webshop en bestel die laatste kaartjes. Ik gok een beetje, want zoals je weet, we nemen altijd iets eerder op. Ik weet niet zeker of er nog kaartjes zijn. Als Je toch heel graag wil komen en hij staat op nul. Stuur dan even een berichtje. Dan ja. gaan we eens even kijken of we wat uh, te regelen valt. En Maak je geen zorgen over de hoogte. De Ruiterberg is niet heel hoog, dus je hoeft nee. niet speciaal een uh, hoogtestage. Of ook als een laaglander kun je aan de ja. training. Is niet ja. nodig, heel dus, goed. Uh, maar het is wel heuvelachtig. Dus zeker? we gaan er wel degelijk mee in aanraking komen. Ja, ja leuk. Nee hoor, we houden iedereen erbij. We hebben de voorfietsers en we hebben de achterfietsers of lopers zodat we allemaal veilig terugkomen. En ieder rondje in het parcours zit ook zo in elkaar dat je ook nog halverwege kan afzetten. Steken als je zegt ik kan niet bijhouden, en dan ben je eigenlijk vlak bij het startpunt. Kortom, we hopen jou te zien in levende lijven. Uh, bestel je kaarten of reageer. Met jouw vragen, je opmerkingen. felicitaties. kan ook al. Cadeautjes kun je ook al sturen. Via een aantal verschillende manieren. Uh, uh, op uh, social media zijn wij de slimmerpodcast op Twitter en Instagram. Je vindt daar van iedere aflevering een post. Daar kan je hartjes op geven. Daar kan je retweeten. Of daar kan je je reactie onder plaatsen. Je kan ook naar onze website, www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering een link. Die kan je dan uh, kopiëren en delen. Bijvoorbeeld in een uh, handige WhatsApp-groep van je vereniging of uh, doorsturen naar een kennis die. Je ook Op hoogte is geboren, of uh, op hoogte is gaan wonen, of uh, uit Limburg komt, net zoals Guido, en uh, dat je yeah. dan eindelijk snapt waarom die uh, zoveel sterker yep. altijd zijn. En je kan ons ook mailen via post slimmerpodcast.nl. We horen graag van je met al je aanvullingen vragen. Rectificaties na nou, en wat je verder maar kwijt wil of het adres. Oh nee, heb je trouwens ook op de website gezet: slimmepodcast.nl/slash contact. Zie je gewoon het adres waar de cadeautjes naartoe mogen. Dus uh, ja. <laughs> mocht je daar behoefte aan hebben, dan kan dat. Kan natuurlijk ook gewoon door te doneren: hè? vriend van de show, vriendvandeshow.nl/slash slimmepodcast. Eén kopje koffie per maand en geef je toegang tot de exclusieve Strava Club. Ja. Waar je dan bijvoorbeeld ook al de parcoursen... van 21 mei kan bestuderen. Dus in die zin, Cirkel is weer rond. Mooie aflevering. Dankjewel Guido. Ja, graag gedaan. Dankjewel Jurgen. Tot volgende week. Tot volgende week. Nog even goed om te weten: wij ontvangen zowel financiële als materiële ondersteuning van een aantal commerciële partners. Deze partners hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van onze podcast.